en heren, jongens en meisjes. Ik zou willen zeggen een heel hartelijk welkom. Mijn naam is Lars. Hier aan de linkerkant van mij, voor jullie rechts, vindt u Denise en mijn grote vriend Ricardo, die zit ergens achter de bus. Hij heeft van die fel oranje ogen. Zo hebben we dus drie verschillende kleuren ogen bij de uilen. Zwarte in de nacht, oranje in de schemering en gele overdag. Zo kun je dat verschil een klein beetje zien. Kijk aan, daar gaat hij weer. Nou, die geruisloze vlucht, die komt omdat die uilen hele zachte, dunne veren hebben. Als je nou naar Jaran kijkt, dan heb je zijn mooie grote ogen gezien. En vlak daarboven zitten twee hele mooie pluimpjes. Kijk, het zonnetje komt door. Die pluimpjes boven op zijn kop, dat zijn niet zijn oren hoor. Nou, Jaran gaat er weer vandoor. Geef hem een heel groot applaus, zou ik zeggen. Hij gaat de vlucht weer de bus in en dan komt een andere vogel deze kant. Dan weet je aan welke je gaat halen, Ricardo? Milan. Dat hij weer gaan vliegen gelijk. Hoppatee. En die woestijnbazen, die kwam toen op nummer 2 uit. Dus dat is wel een hele hoge score. Hè? Alleen de Afrikaanse wilde hond was beter in het jagen in groepen. Waardoor ze heel veel prooi weten te vangen. Enige nadeel daarvan is alles wat je vangt met z'n allen, ja, dat moet je ook met z'n allen opeten. Wat wou ik vertellen, op zo'n kaktus gaan ze dan zitten. En als je goed naar die woestijnbazen naar Milan kijkt, dan zie je dat die hele lange poten heeft. Die lange poten die komen dan heel handig van pas. Nou, dat is mooi. Ja, Utah hier zo. Hij gaat de lucht al in, kijk maar. Dat is een Amerikaanse zeehaan. Zeehaan, die zien er toch vaak heel anders uit, zou je zeggen. Dat klopt wel. Vaak hebben die Amerikaanse zeehaan een witte kop en een witte staart, hè. En toch heeft Utah dat niet, want Utah is nog maar een hele jonge vogel. Hij is pas 3 jaar oud namelijk. En die witte kop en die witte staart krijgen we pas als ze wat ouder worden. Als hij exemplaar is. En door de jaren heen komt er steeds meer wind in het gele voor. Als je niet meer aan de straat gaat, dan zie je daar een heel klein beetje wind in. En dat duurt ongeveer 6-7 jaar totdat ze helemaal die witte kop en die witte staart hebben. Die vergis je niet, eigenlijk vallen die 6-7 jaar totdat ze volwassen zijn, die valt daar eigenlijk wel uit. Die zijn wel heel erg gezond. Die zijn namelijk helemaal gebouwd om te vissen. Kijk, daar heeft hij het uit. Van vissersdolven bij visafslagen zitten ze vaak te wachten totdat ze wat vis naast de boot valt, wat ze kunnen vangen. En iets waar ze ook vaak naar op zoek gaan, dat zijn naar beren. Ze zijn vaak in de buurt te vinden van beren. Beren die vangen natuurlijk heel veel zalm. We gaan nog een keertje naar Ricardo. Ricardo brengt hem, Denise brengt hem zo weer terug naar huis. En dan komt zometeen Ricardo terug deze kant op samen met Jack. Toch? Of moet ik hem halen even? Haal ik hem even. Hoppatee. Nou, en wat zou die witkopgier dan eten in Afrika? Deze grote bos, dat is mooi, hè. Kaka-gieren natuurlijk op zoek naar dode dieren, hè. Naar kadavers, naar aas, oude mensen. Aas kunnen ook heel goed jagen. En ze hebben zelfs wel eens gezien dat die witkopgier flamingo's of jonge bavianen wist te grijpen. Dus dat zijn best wel grote prooien. In die klauwen heeft die witkopgier zeker nog wel ontzettend veel kracht. Dus als hij dan in de buurt van zo'n kadaver komt, dan gaat hij gewoon op zoek naar een stuk vlees wat hij makkelijk mee kan pikken. En dan gaat hij er lekker vandoor, zoekt hij een rustig plekje op waar hij dat in zijn eentje op kan eten. Geef hem eens ongelijk, hè? Oké. Okay. Nou, Jack, die komt nog een keertje deze kant op. Dan gaan we hem nog een keer bekijken. Jackie, kom. Kijk eens aan, dan gaat hij hier. Hier, daar moet je weg. Dan gaat Jack, die blijft nog heel eventjes hier zo. Ik zal zo meteen even een rondje lopen met hem. Altijd op zoek naar het grootste stuk vlees, hè. Nou, ik loop met Jack, loop ik zo nog even een rondje langs jullie heen. Dan kun je hem nog even mooi van dichtbij bekijken. We zijn echt aan het einde gekomen van deze roofvogelshow. We hopen dat jullie het leuk vinden. Ik ben 18 jaar oud.